Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD van Moor en vandaag gaan we pad met deze onopvallende BMW F10. En we krijgen meteen het eerste voertuig in zicht. We doen namelijk een beetje verkeer vandaag. Die heeft neonverlichting onder zijn voertuig. Maakte daarnet redelijk een rare bocht. Dus ja, dat is even in de gaten. Weet niet wat hij nu gaat doen. Ik denk van laat ik hem hier maar parkeren. Nou, weet je wat, goed genoeg voor nu. Het leuke aan deze BMW is dat als je denkt van nou, ik hoef geen blauw aan, maar toch even zichtbaar dat ik politie ben, zet je gewoon een pitje op je dak. Nou, je kunt ook alleen een pitje aandoen. Je kunt ook nog dit allemaal. En je kunt ook zeggen ik doe alleen dit. Dus dat doen we nu even alleen dit. Zou wel zichtbaar zijn. We hebben vandaag dit uniform aan met de badge om. Nee, dat gaat ook heel soepel. En dat gaat ook heel soepel. Hé, hey, mooie Audi. Ja. Doei. Hoi. Ja, goeiedag. Mevrouw. Heeft u voor mij een rijbewijs? Sarah Lee. Dankjewel Sarah. Gaan het voertuig even, het kenteken ook even opzoeken. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. Hij staat wel op haar naam. Tango, uniform, whisky, 4, 9, 7. In traffic violation. Proceed with caution. Ja, het voertuig staat niet geregistreerd. Die zou ook niet geregistreerd kunnen worden met dit, deze verlichting denk ik. Dan wordt hij gewoon niet goedgekeurd. Waarom heb je geen, geen registratie van voertuig? Ja, het is gewoon super veel papierwerk wat niemand interesseert of zoiets, zegt ze. Jongen, het verkeer gaat helemaal los, hè. Ik moet op G drukken. Zo. Even kalm hier aan. Ja, goed, je krijgt van mij wel bekeuring voor geen registratie. En ik denk dat we dan al het voertuig in beslag gaan nemen. Nee, dat gaan we niet doen, maar dat moet wel, dus dat doen we ook gewoon. En dan die verlichting die laad ik erbij, maar dan ja. Dat wordt dan allemaal geregeld als voertuig nu in beslag wordt genomen. Ze heeft ook... krijgt ze punten op de rijbewijs. Ik weet niet hoe dat in Nederland precies zit, want ze is pas uit 99. Dus ja, dan krijg je dat je niet... dan ben je beginnend bestuurder. En dan mag je nog niet heel lang alleen... Oh ja, trouwens toch wel, mag je redelijk lang al alleen rijden. Maar ja, dan... ja, met dat puntensysteem en zo, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Gewoon als beginnende bestuurder zorgt dat hij niet in de problemen komt, hè. Ja, die takelwagen staan nu natuurlijk ook in het gebied waar je niet mag rijden. En dan rijdt hij ook niet. Goed, dus gaan ze nu wel rijden. Horen ze nu te rijden. Ja, daar komt er iets. Oh, ja. Super. Ik snap niet waarom je over de stoep in rijdt. Zijn nergens voor nodig. Nou, dan gaan we nu met verkeer mee rijden. Kijken wat de dienst nog gaat brengen. Een beetje verkeer, een beetje noodhulp. Van alles wat. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have an ambulance requested in Tatavia Mountain. Rijdt alsjeblieft prio 1. Eerste prio 1 melding voor de dag. Een vrachtwagen is op zijn zijkant terechtgekomen. En die ligt nu ergens. Het luchtalarm gaat buiten af, hoor ik. Mijn kat raakt in paniek, zie ik. Oh, wat hoor ik? Maar dat is natuurlijk een luchtalarm, want het is 12 uur op maandag 2 september. De tweede hebben, ja, hier zo, gaat kijken hoe het hier.
redelijk lange spoedrit, merk ik. We zijn er al. Ik was helemaal niet meer aan het opletten, joh. We gaan het verkeer helemaal stilzetten. We gaan even snel kijken. Hij ligt op zijn zijkant. OC 1201 ter plaatse. Graag sowieso een ambulance ter plaatse hebben. Er ligt niks onder de vrachtwagen. En staat hier wel een voertuig tegengesteld, daar zit ook niemand in. In de vrachtwagen zelf zit ook niemand. Dus geen beknelde, ook niet onder de vrachtwagen. Mogelijk twee voertuigen bij betrokken, laten we zeggen 3, 4 misschien wel. Ja, wij gaan meteen praten met de slachtoffers. Verkeer lijkt goed te reageren, dus dat is veilig. Wij staan een Ventov op één zijde. Goeiedag. Zijn jullie allemaal oké? Wat is er gebeurd? Zijn jullie allemaal oké? Zegt hij. Zeg ik, Wim. We zijn oké, maar de vrachtwagenchauffeur heeft hulp nodig. Ja, toen las ik het niet meer. Oké. Kan ik niet meer praten? Meneer, hallo, kunt u mij horen? Ik ben Wim van de politie. Niemand praat meer met me. Oh, wacht, moet ik... Nee. Huh? Wat stond er nou? Oh, dat is ook niet goed. Ja, dan... ik heb nu een verkeerde ammo erin zitten, sorry daarvoor. Oh, die hebben ook een raar pakje aan. Nou, die worden natuurlijk ingespand via de AP. Allemaal dingen waar we achter komen waar we iets mee kunnen en moeten gaan doen waarschijnlijk. Dus daar gaan we mee aan de slag. En ik vind het gewoon zo raar dat ik de laatste zin van ze niet eens las. En vervolgens kan ik niks meer zeggen of vragen of... Dan ga ik wel maar gewoon een, wat gegevens voor jullie opvragen. Gewoon puur voor een systeem. Ik weet niet wie erbij betrokken is. Hey, even gek. Goeiedag schotel. Oké. Goedendag meneer. Ik ben... Wim van de politie, ik kan niks. Ik kan niet praten, wat is dit voor een onzin? Ik ben zo terug, want ik ga even lezen wat er nou stond, wat ze nou precies zeiden. Ben zo terug. Ja, daar ben ik weer. Wat ze zeiden, we waren gewoon, ja, wij zijn oké, maar de vrachtwagenchauffeur niet. We waren gewoon onderweg naar huis, toen flipte die over, zeg maar. Meneer, het ziet er niet helemaal lekker uit hoe je erbij staat. Ik ga u overdragen aan de ambulancedienst. Ik schrijf even wat gegevens op en dan komen we later wel in het... je rijdt met een... ingevorderd rijbewijs, dat is niet mooi. Maar wat ik zeg, ik ga hem hem dragen over een ambu. Ik ga daar echt niet ik ga daar nu een hele statement van afnemen. Ja, nou goed. Jij moet ophouden. Deze auto ga ik weg laten slepen. We gaan maar beginnen met slepen. Oh wacht, ik kan niet, ik kon niet. Oh, nee, wat is... Huh? Ik dacht er stond check for victims, maar er stond iets anders. Oké, kijk eens aan. Alles gaat weer, alles mag weer. En ik druk op end. Heren, bedankt. Het beste ermee allemaal. En we gaan gewoon wegrijden. Niet helemaal super afgerond, vind ik zelf. Vind ik altijd wel jammer.
Maar goed, hij doet het tenminste. Laten we daar al blij mee zijn. Ik blijf me verbazen wat die Touran nou precies heeft. Wat daar mis mee is. Oh. En we gaan weer gewoon hier op de snel. Oh wacht, ik moet even. Zo. Al die dingen tot verkeer wat door kan rijden moeten we wel even doen. Dan rijden collega's op de motor erachter. 12-01-13, 12-01-13. Pardon. 1-Link-18, we have a criminal resisting arrest on... Achtervolging, John Deertrekker! Staan blijven! Dat ding is verdomme snel, gek. Samen met de Kamar. Oh joh, hey joh, lekker gepit gek. Staan blijven, uitstappen, hier komen. Handjes omhoog. Heel goed man, meewerken gewoon. Ik ben aangehouden. Suspects killed. We hebben niemand gekillt. Wat? Wat? Er zijn geen eenheden meer nodig. Eenmaal AT aanhouding dus. Hey, lekker gewerkt, pik. Dit ding moet weg. Zo. Ik ga even fouilleren en dan ga ik meteen een transportje voor je laten komen. Het ging allemaal heel snel. Achtervolging van een John Deere trekker op de snelweg kregen wij binnen vanuit de Kamar. Kamar zat erachter, Kamar liet ons langs, wij gaan er langs, Kamar komt erbij. We vinden PCP, dat is een drugs. Een zakje met metfetamin, MD, nee, hoe heet het nou in Nederland? Gewoon crystal meth of zo. PCP is dus ook een drugs, ja, voor de rest allemaal niks belangrijks wat hij bij zich heeft. Nee, we krijgen geen transportje voor hem gevraagd. Oh, daar stond hij wel. Prisoner transport. En een takelwagen voor de sondeertrekker. Kom aan collega, goeiedag schotel. Neem jij hem mee? Toppie. Nou, wat ik ga doen, ik ga doorrijden. En niezen. Zo! Dankjewel allemaal voor het gezondheid in de comments. Ik ga doorrijden en dan laat ik het verkeer lekker een ding doen. En zoals je ziet is de John Deere trekker opgehaald en kan iedereen weer verder rijden. We gaan het laatste meldingje pakken voor deze dienst, voor deze voor deze video. En dat gaat zijn deze motor, want die heeft geen kenteken achterop. Oh, hij volgt, dat is handig. Als je langs rijdt volgt hij automatisch of wat. Ja, dat is ideaal gek. Hij gaat wel een beetje langzaam. Maar hij volgt me wel. Ik zie jullie zo meteen als ik van de snelweg af ben en hem veilig mee heb gekregen. Ik laat me even weten dat ik van de popo ben. Oh ja. Hallo. Die gaat steeds een kloten op voor me hoor. Ik ga hem gewoon hier op de snelweg even aan de kant zetten. Ik snap niet waarom die me... Ja, yeah, you can drive in front of their vehicle to have them following you. To have them follow you. Alleen... Ja, oké, nu heb ik de afrit gemist. Ja, fuck it. Ik ga hem gewoon even heel snel hier aanspreken. Want ik krijg hem niet aan het... ik krijg hem niet gevolgd. Ja, tot hij mij volgt, zeg maar. Beetje heel onrealistisch en levensgevaarlijk wat ik hier doe. Ja, heel snel een rijbewijs van u zien. Waarom staat animal control? Bedcheck. Ze zijn allemaal een 99 vandaag je. Ja, kenteken check te maken altijd. Ik vergeet altijd die kenteken check, maar nu zie ik weer een vraag. Ben je ervan bewust dat je rijdt met een verlopen verzekering? En dan weet ik dus als ik nu een kenteken check, dat staat expired insurance. Dus dat is niet mooi. Hij krijgt een bekering voor, ja. Er staat geloof ik geen no license plate.
pilot insurance sowieso. Ja, no license plate kan ik niet pakken, dus no license, sorry daarvoor. En ik ga je nog even laten blazen en dat soort dingen, want ik geloof dat jij... wat hebben we nou gedaan? Dit is wel ideaal, dat je niet voor je sok kan worden gereden. Zet er gewoon een 50 km per uur bordje bij, hoe heet het? Laten we gewoon door Rijkswaterstaat neerzetten hier. Daarachter. Zie je? Ze gaan allemaal afremmen. Lekker gewerkt, pikmans, pikken. Zo. Dan gaan we twee takenwagens deze kant op krijgen. Ze komen wel steeds van de verkeerde kant. Ha. Want ze komen tegen het verkeer in. Kijk, daar gaat het foutje. Toet toet. Maar neem het blazen van mij. We staan nu toch veilig. Verkeer rijdt 10 km per uur of zo. Allemaal heel onrealistisch hoor mensen. Ik weet dat ik altijd maar kan niet meewerken. Dat is klappen krijgen, een vriend. Hier. Ja, staan blijven. Ik ben aangehouden. Rijden onder invloed van drugs. Sowieso met mij mee. Ik wil dat je die helm af doet, want dat is natuurlijk ook... zo. Ik ga meteen het transportje deze kant op. Ik ga nog even fouilleren. Zodat ik in ieder geval weet dat mijn collega's niet in gevaar komen. Oh, vuurwapen gek. We waren een pannenkoekje. Ik laat die collega's meteen even komen. Zo. Alsjeblieft daar. Groetjes thuis. Oh je. Joejoe, oi oi. Zo, mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga meteen door met nieuwe video's opnemen. Anders heb ik voor deze hele week niet heel veel. Dus ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, doei!